Abadu Kondre en omgeving kregen spoedig gezond drinkwater. De dorpen Abadu Kondre en Benatimofo in het district Marwijne zullen spoedig over gezond drinkwater beschikken. Als alles volgens plan verloopt, mag de plaatselijke gemeenschap na 45 werkdagen water uit de kraan verwachten. Op maandag 25 maart 2019 werden op ceremoniële wijze de eerste buizen door werknemers van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij in de grond geplaatst. Clyde Sengwai, diensthoofd SWM te Marwijne, was ingenomen met dit belangrijk gebeuren. Hij gaf aan dat de buizen nu worden aangelegd. Hierbij zal een koppeling worden gemaakt met het kruispunt van Mungo, waarna de aansluiting met de bestaande buis aan de Kapitein Chris Silosweg zal volgen. Op deze manier zal de omgeving van water worden voorzien. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.